ik ben Nanja en ik ga je laten zien hoe je heel makkelijk en snel je alledaagse look kunt pimpen. Wat hebben we daar nu voor nodig? Twee mooie minimalistische haarschuivers en voor de rest eigenlijk niets. Je hoeft zeker niet de lengte van mij te hebben, dus dat is zeker heel goed. En het wordt een halve updo, dus dat wil zeggen een half mooi opgestoken kapsel. Dus we gaan er eens aan beginnen. Ik neem een plukje haar links, een plukje haar rechts. Heb je kort haar, zou ik je aanraden om meer aan de achterkant een plukje te nemen dan langs het voor. Anders gaan je lokjes natuurlijk niet helemaal tot achteraan geraken. Dus ik neem plukje links, plukje rechts. En dan ga ik het opknopen zoals ik normaal mijn veters neem. Dus ik hoop dat je je veters kan vinden, dan gaat het zeker goed lukken. Dus je neemt plukje links, plukje rechts. En dan ga je het er langs boven doorsteken, trekken. En dan ontstaat er eigenlijk een knoopje. Dus nu ga ik die lokjes blijven opknopen tot ik niet meer verder kan. En dan ga ik het vastzetten met die mooie minimalistische haarschuif. Natuurlijk moet het niet aan die tempo. Hè. Je mag het gewoon rustig op je gemakje doen. Dat er een paar spaatjes zijn tussen de knoopjes. Voilà. En dan ga ik dit oprollen naar binnen toe. Hup. Oprollen. Dus je krijgt dan zo een mooi bloemetje tevoorschijn. Ik neem de minimalistische haarschuiver erbij. Super mooi trouwens, met van die diamantjes. Dus dan ga je zeker indruk kunnen maken op je werk. Zo. En ik prik zo door mijn creatie. En voilà. Mijn dagelijkse look is gepimpt met een mooi knoopdetail. Een half opgestoken. Dus je kan ook gewoon zelfs haar tot aan de kin hebben. Je moet zeker niet te lang malen. Ik ga nog een verdiepingje bij doen. Zo wat triest, maar eentje is ook al top. Hè. Zeker als je niet veel tijd hebt, kun je gewoon één knoopdetail maken en anders doe je er gewoon twee. Mijn halve opdo is klaar. Zo kan je heel mooi en feestelijk naar je werk. Je gaat er zeker indruk mee maken. En we gaan deze look nog afwerken met een paar hele leuke oorbellen om het nog een beetje feestelijker te maken. En zo kan je ook een beetje een leuke indruk maken op je werk. Voilà. En dat maakt het helemaal af, want het matcht ook mooi met mijn haarschuif. Ik hoop dat je het een leuke look vond en dat je zin hebt gekregen om het zelf te proberen. Vond je het een leuke video? Laat het me zeker weten in de comments. Of geef me een thumbs up. En hou zeker ons YouTube-kanaal in de gaten voor nog meer leuke video's. Tot snel!